dat voelt beter. Ik stond namelijk op met dezelfde mood als het weer. Was gewoon echt niet happy. En op zich, een van de dingen die ik echt heb geleerd op reis is dat zelfs als alle omstandigheden perfect zijn, zelfs als je op het mooiste strand zit, de zon schijnt, je hebt net lekker gegeten, lekker geslapen, dan nog kan het soms gebeuren dat je je verdrietig voelt. Om geen enkele reden. Ik had vandaag trouwens wel een reden. Want ik ben gisteren om 2:30 gaan slapen. Ik ben vandaag om 11:00 opgestaan. Ik heb de afgelopen 2 dagen, terwijl ik eigenlijk clean eet, heb ik niet perfect clean gegeten, maar ik heb gewoon dingen gegeten die ik normaal niet zou eten. En ik voel me er niet chill bij. Plus dat slaapritme, wat ik gewoon echt niet relaxed vind. En ik heb erover nagedacht. Vind ik het niet relaxed omdat het niet zo hoort volgens onze sociale standaarden? Social convention dictates voor mijn mede Big Bang Theory fans. Maar dat is het niet. Ik vind het oprecht zelf gewoon niet prettig om zo laat te gaan slapen en om zo laat op te staan. Dus ik ga vanavond weer proberen om op tijd te gaan slapen. Maar weet je nog wat ik zei over gevoelens onderdrukken? Ik denk dat je moet beginnen bij je oké voelen dat je onzeker bent. Wat er gebeurt namelijk met emoties, hoe harder je ze probeert weg te duwen, hoe sterker ze worden. Dus dat probeer ik dus ook zoveel mogelijk te doen op momenten dat ik me verdrietig voel. Dus niet zeg maar allemaal inspirational quotes gaan lezen of doen alsof ik niet verdrietig ben of blijf filmpjes op YouTube kijken. Kijk, dat kan wel helpen, maar bij mij helpt het veel beter om aan mezelf een soort van toe te geven, oké, ik ben verdrietig, oké. In plaats van de hele tijd het gevoel proberen weg te drukken en te doen alsof het iets slechts is of zo, want je bent mens. Ja, ik weet niet, tijdens mijn burn-out had ik ook zo'n quote gelezen van taste the rainbow of emotions. En ja, daardoor denk ik echt van, weet je, dit hoort er ook gewoon bij. Het is niet raar dat je verdrietig bent of dat je niet lekker in je vel zit of whatever. Let it go. Oh nee, laat het toe. Laat het toe. Ik ga dan ook niet per se lamlendig op de bank zitten of zo, want ja, ik kan wel verdrietig zijn, maar ik kan nog steeds wel gewoon dingen doen. En op het moment dat ik zeg maar, dat ik 2 dingen doe, dus 1 aan mezelf toegeef, oké, ik ben verdrietig en dat is oké. En 2, gewoon doorgaan met mijn dag, want ja, er moeten ook gewoon dingen gebeuren. Dan merk ik dat het gewoon veel sneller wegsmelt, in de meeste gevallen, dan als ik het dus ga proberen te onderdrukken met allemaal positieve quotes en video's en bla bla. Want dan komt het eigenlijk altijd weer terug of zo. Op de een of andere manier wil dat gevoel gevoeld worden. Does that make sense? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet. Het werkt voor mij iets beter. Dus goed. Ik ben nu ook weer, ik voel me nu nog steeds een beetje verdrietig. Maar geen enkele, ja, gewoon door het slaapschema en gewoon door het niet lekker eten en zo. Maar ik heb wel iets super vets, wat ik gisteren ook met Mandy had besproken. Ik had het idee al heel lang, al sinds ik een treinreis van 14 uur in China had gemaakt. Voor ik het weet zit ik alweer in de trein naar Xi'an. In de trein ontmoet ik weer hele lieve mensen. Ik zit in een Chinese trein, heel gezellig met, what's your name? My name is Chansi. Your name? My name is Yang Yao. Yang Yao? Coco. Nice to meet you. Hi, Coco. 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 Hello. Hello. Hi, Coco. Yeah. Eenmaal aangekomen dacht ik al bij mezelf, my god, in 14 uur kan je gewoon heel Nederland rondrijden. Dat lijkt me best een toffe challenge. 14 uur, Nederland rond. Plus, toen kwamen jullie ook nog eens met de comments. Oh, in Leeuwarden heb je het beste ijs. Nee, in Nijmegen heb je het beste ijs. En ik zat gisteren met Manny te bespreken. Zij werkt voor Tesla. En toen keken we elkaar echt zo aan. Zouden we dat met een Tesla-auto kunnen doen? Oh, ja! En ze heeft het nu gefixt. En we gaan dit doen. We gaan in 14 uur gaan we Nederland rondrijden. Ik wil sowieso naar Leeuwarden. Ik wil sowieso naar Nijmegen. Want jullie hebben me beloofd dat ik daar vet lekker ijs kan vinden. Maar dat is natuurlijk nog maar een soort van de helft van Nederland. Ik wil nog naar veel meer steden en ik wil jou ontmoeten. Dus wil jij mij ontmoeten? Stuur me even een mailtje. Dit is mijn e-mailadres. En dan pik ik een aantal steden daaruit en dan mail ik je als ik naar jouw stad kom en als ik met jou ga afspreken. Leeuwarden, Nijmegen, jullie weten wie jullie zijn. Stuur me sowieso een mailtje, want ik wil sowieso naar jullie toe. Jullie waren de eerste met dit idee. I'm so excited. Ik heb hier zo veel zin in. Dat lijkt me echt heel vet om te doen. Oh, trouwens, voor mijn workout heb ik lauwwarm water gedronken. Want de citroen is op en ik heb deze blauwe besjes gegeten. Heb je, het is echt zo rot als je iets aan het vertellen bent. Ik had het vorige week ook al. Stom blauwe besjes. Maar goed, ik ga nu lekker ontbijten. Bananenpannenkoeken. Yes, lunchtijd. 4 rijstwafels met hummus. En komkommer. We eten vanavond linzensoep. En Pim is er weer. Stefan wil niet in beeld, maar Pim wel.
Hey Pim. Oh, dank je, jij ook. Man, wij hebben Homeland helemaal ontdekt. Wat een super vette serie. En het is nu dus 11:30. We gaan alleen nog een afleveringetje Homeland in bed kijken. En dan is het slapen, op tijd slapen. En ik ga mijn wekker zetten voor morgenochtend 8:00. Ik hoop echt dat het gaat lukken om, om fris en fruitig op te staan. Dan is het tijd voor de vraag van vandaag. En die is, ik ben net terug van vakantie met mijn vriend. Ik merk dat je op vakantie in een heel ander ritme zit. Doordat je ander eten eet en andere dingen doet. Daardoor waren wij op vakantie heel moe. Omdat je lichaam ineens moet wennen aan een ander ritme. Dus de vraag, hoe kom jij op reis in een goed ritme? Nou, eigenlijk door gewoon toe te geven aan dat vermoeide gevoel. Ik denk dat, ja, wat ik eerder ook al zei. Als je dat gaat onderdrukken en er heel erg tegen gaat vechten. Terwijl je lichaam echt heel hard zijn best doet om zich aan te passen. Dat je daardoor juist die vermoeidheid eerder in stand houdt dan als je gewoon relaxed, lief voor jezelf bent en denkt van, oh, het is niet gek dat ik moe ben. Geef je er gewoon maar lekker eventjes aan over en dan gaat je lichaam zich vanzelf wel aanpassen. Ik denk dat het geen nut heeft om daar tegen te vechten. Dat had ik ook altijd als ik terugkwam uit Hongkong bijvoorbeeld, wat een enorm tijdsverschil is. En dan ging ik bijvoorbeeld de volgende dag aan het werk. Ja, dan wist ik gewoon dat ik kapot zou zijn, maar dan ging ik daar niet in mijn hoofd heel moeilijk over doen. Dan dacht ik, ja, het is gewoon verklaarbaar en geef je er gewoon maar lekker aan over. Let it go, let it go. Ik hoop dat het een antwoord op je vraag is, maar dat is hoe ik het doe. Ik geef me er gewoon aan over. Mocht je zelf een vraag hebben, stel hem dan in de comments. En mocht je door de comments scrollen en daar een vraag bij zien staan waarvan je denkt, ja, die vraag wil ik ook beantwoord zien. Steek dan een duimpje omhoog bij die vraag. En de vragen met de meeste duimpjes, die neem ik sowieso mee. Vergeet ook niet om me even een mailtje te sturen als je wil dat ik naar jou toe kom. Ik beloof niks. Ik ga gewoon een aantal steden door heel Nederland uitzoeken. En dan, dit wordt vet. We gaan gewoon een challenge doen. In 14 uur Nederland rond. We gaan gewoon samen op roadtrip in Nederland. Hoe vet. En dan wil ik gewoon sowieso een aantal van jullie ontmoeten. Lijkt me echt zo doof. Ik heb nog even wat meer geëdit met de festival outfits. En dit is hoe ver ik ben gekomen. Even kijken. Dit is zo zwaar voor... Wacht, hier hoort de muziek niet. Ik ga nu slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Welterusten.